Wat praat? Oké, dit oké. Wat? Nee, corrigeertje, nee. Wat? Wat? Zeg taki? Zang! Wat praat wat? Als ik het wil hebben. Zang! Wat? Wat praat? Wat? De politie is vandaag een nieuw offensief begonnen. Dat mensen die bellen tijdens het rijden zwaarder worden gestraft. Ja, en eerlijk. Goed, ja. Ik vind dat goed. En waarom vind je dat goed? Omdat ze dan niet opletten op die schoolkinderen en op het verkeer. Ik vind dat het een heel goed idee is, hè. Ja, vind ik gewoon maf. Je moet zo kijken. Er zal wel gebeuren met je familie. En je mag je telefoon niet opnemen. Nou, daar ben ik snel klaar met doen. Ah, dat vind ik prima. Natuurlijk. Dat is goed. Waarom vindt u dat goed? Ja, is toch beter. Je kan toch zo'n apparaatje in je auto hebben waar je kan bellen zonder dat je een telefoon vast hoeft te houden. Dat vind ik mooi. Waarom vindt u dat mooi? Ja, als ze blijven bellen en zo, dat is heel gevaarlijk. Let ze helemaal niet op verkeer. Nou, dat vind ik alleen maar goed. Maar in sommige noodgevallen, ik rij ook vaak met regiotax. En dan, als je dan komt, zeg maar in de regiotax, als hij wat doet, krijgt hij bekeuring. Maar als andere mensen met mobiel rijden, krijgen ze geen bekeuring. En dat vind ik dan eigenlijk wel een beetje absurd, weet je wel. Dus ik vind eigenlijk wel dat er een beetje oplettendheid moet zijn. Ik vind de bellen in de auto vind ik heel gevaarlijk. Want die mensen gaan naar de telefoontje zitten kijken en dan letten ze niet meer op de weg. Mag niet bellen, die mensen, ja. Als ze rijden en bellen, dit en dat, dan kan ik niet goed communiceren. Kan ik niet goed kijken naar het, ja, van de verkeer. Liever niet doen. En als er nou gewoon iemand is die belt met een vriendin? Dat vind ik gewoon normaal, gewoon opnemen. Je hebt toch niet voor niks een telefoon? Ik zie, zie sommige mensen gewoon echt slingeren. En gewoon gevaar voor hunzelf, ook gevaar voor een ander. Dus ik vind het wel terecht. De boete daarvoor, ook al heb je zeg maar alleen, zet je alleen maar aan je radio te pielen, betaal je 220 euro. Als je aan je radio zit, krijg je geen boete. Speciale gevallen vind ik dat het wel eens nodig is. Maar er zijn mensen die het dus echt onnodig gebruiken. Dus even bellen, vlucht naar huis of bla bla bla. In noodgevallen vind ik het nodig. Maar... Dat weet zo'n agent van tevoren niet natuurlijk. Nee, maar er wordt zoveel misbruik van gemaakt. Want zien ze de wagen rijden, leggen ze hem vlug weg. Kijk, en dat klopt niet. Als je aan je radio zit, wil je misschien horen waar de files zijn. Dan moeten ze geen boete voor geven. Joh. De boete die daar tegenover staat, en die ze ook uit gaan delen, is 220 euro. Vindt u dat niet veel? Dat vind ik een beetje de belachelijke de dubbele boete. Dat ze sommige mensen 12, 1400 euro verdienen. Als ze in de maand die in de boete komt, weet je, dan redden ze het niet met de kosten natuurlijk. Dat is veel te veel hoog. Dat is wel goed. Waarom vindt u dat goed? Nou, als ze gaan telefoneren. Ja, telefoneren of als ze gaan eten tijdens het rijden of make-up gaan bijwerken. Maar die bekeuringen vind ik wel een beetje hoog. Die vindt u hoog? Ja, die mag wel een beetje naar beneden. Ja, maar anders leren ze er niet af. Nee, dat is waar. Maar ik bel niet in de auto, dus... Zeg maar 220 euro voor alleen bellen tijdens het rijden? Is goed. Ik vind dit goed. Dat doe je het één keer en nooit meer. Ja, dat vind ik wel hoog, ja. Dat vind ik wel hoog. Moet nog meer worden. Dan leren ze van. Als ze dan met de geld van die boete maar wel leuke dingen doen, dan vind ik het prima hoor. Nou, ik vind dat ook heel vrij hoog. Want nu is zeg maar met al die crisis en toestanden dat mensen dus zeg maar minder centen hebben, kan je het ook op een andere manier oplossen. Dat is het enige wat ik daarvan zeg. Ja, maar het is, een leven is onbetaalbaar. Dus dat betreft vind ik het eigenlijk wel een goed reden. En mensen die te hard rijden, ja, is weer een ander issue, maar... Het is allemaal om veiligheid voor jezelf, zeg maar. Het is niet voor iemand anders. Kijk, als je nou gewoon wil bellen, moet je kaartje aansluiten en dan kan je gewoon doorrijden. Of met je telefoon in je oor. Maar ja, dat kost ook 180 euro. Ja, 220 is het nu. Nou, bedankt. Dan doe ik het niet meer. Nou, laten ze zo'n dingetje, zo'n kit, laten ze zo'n kit goedkoop beschikbaar stellen. Dat is, sommige mensen leren het niet af. Want vandaag is er natuurlijk zo'n ding bezig, wat ik weet. En overal zijn ze aan het controleren, bij mijn koningplein staan ze ook. Maar ik heb een goed idee, ik heb een mooi idee. Als ze nou zo'n bekeuring geven van 225 gulden, vind ik prima. En dan moeten ze gelijk zo'n inbouwkit gratis geven. Want dat kost bijna niks. Voor die 220 gulden en dan gelijk zo'n dingetje geven. Zo'n inbouwkit. De oplossing van alles? Ja, dat vind ik een mooie oplossing. Wat praat? Oké, dit oké. Wat? Nee, corrigeertje, nee. Wat? Wat? Zeg taki? Zang! Wat praat wat? Als ik het wil hebben. Zang! Wat? Wat praat? Wat?